Dus de boeren kweken hest, uiteraard ook voor veevoeder. De grote korreltjes, de goede kwaliteit, worden gehouden voor bier mee te brouwen. En dat wordt in mouterij, niet meer in brouwerij. Vroeger hebben we in brouwerij gedaan, maar lang niet meer in brouwerij. In mouterijen gekiemd. Waarom dient dat kiemen? Om het gewoon het enzymeproces op gang te zetten. Om het zetmeel die in de korreltje zit, om te zetten naar suiker. Zo wel uiteraard suiker hebben om later alcohol mee te maken. Als je dat een klein beetje brandt, die mout, in de mouterij uiteraard, dan heb je gekleurde mouten en met die gekleurde mouten donker bier brouwen. Smeske bruin, die er straks op de tap zit, dat jullie straks ook kunnen proeven, of waar smeske blond of smeske bruin. Smeske bruin is bij mij niet echt donkerbruin. Waarom? Omdat ik werk alleen maar met moutsoorten, moutvariëteiten om die mout te kleuren. Dus op de oude, ambachtelijke manier om bier te kleuren. Dus bier dat zeer donker is, kan ofwel door heel veel donkere mout uit te gebruiken, maar dat wordt meestal niet gedaan, dat is geen aangename smaak. Maar het kan ook gedaan worden met gekleurde suiker of fijne donkere kabijs. Ik ken er bij pannenkoeken mee, sorry. Kan je ook bier mee kleuren? Kandij, dat is kandij. Kun je er ook mee doen, uiteraard. Maar dat heeft minder smaak aan je bier, maar alleen maar kleur aan je bier. Er zijn brouwerijen en Bagie die een blond en een bruin bier brouwen. Eigenlijk drink je gewoon twee keer staal. Het ene verschil is, het zit meteen een blonde suiker in en het andere donkere suiker. Dat is anders. Dat is de gemakkelijkste manier om bier bleek en donker te maken. Maar ik dacht vroeger dat de kleur van je schuimkraag bepaald was of dat met natuurlijke kleurstoffen, zijn het een boot, gekleurd was of niet, zijn het met suikers. Maar ik volg nu bij een rijspoel, nu heb ik geleerd dat dat allemaal zeven zakjes is. Je kunt dat kleuren zonder dat je het weet. Mensen worden ook al zo slimmer eigenlijk. Zet dat maar bij, hè? Drink maar dan.